Hartelijk welkom. Mijn naam is Alex Riemersma. Ik ben een van de leden van de werkgroep van de Gelover in Leeuwarden die deze dialoogsessies georganiseerd heeft tussen 8 mei en vandaag 31 juli. Vooraan zit Trace van Montvoort, schrijfster van het boek De Groene Theologie, die ook de inspiratiebron is van deze serie met allerlei andere bronnen natuurlijk. Wat fijn dat jullie er zo massaal zijn. Voor onze begrippen is het massaal. Alle stoelen zijn vanuit dit perspectief bekeken bezet. Helemaal goed. Het is een afsluiting van 6 keer. En we hebben gedacht dat een paar mensen die de vorige keren geweest zijn, even straks in 3 minuten gaan vertellen, wat heb ik nou geleerd? 3 mensen voor de pauze en na de pauze nog een paar mensen. Dan hebben we wat afwisseling en pièce de résistance van Trace. Jullie komen aan het woord in tafelgroepjes, 2 keer, want het idee is om ideeën te verzamelen en die aan deze ideeënboom op te hangen. Ik heb kleurige kaartjes meegenomen, leuke ideeën formuleren, verzamelen, zodat we gezamenlijk het idee hebben van hé, er komt iets uit aan waar we mee aan de slag kunnen. Als individu, als kerkelijke gemeente, als gemeenschap. Er is een keer pauze, daarom staan er kopjes op tafel natuurlijk, ja. Bij de uitgang staat een collecte. Wij maken natuurlijk kosten. Je mag gratis komen, maar het zal handig zijn als je ook een beetje wilt bijdragen om de kosten te dekken. Maar we beginnen poëtisch. Stel, hoe was het ook alweer? De dichter kan het zelf doen. Dichter Henk Dillerop heeft een gedicht gemaakt wat voor het eerst gepresenteerd is in Snakkerburen, in de dienst in de Dwarpstuin van Snakkerburen, 22 mei. En hij presenteert het nou nogmaals. Nou, het eerste woord was in ieder geval goed. Stel. Maar voordat ik het gedicht ga voordragen, toch eventjes het volgende. Want vanmiddag word ik begeleid door Robert op piano. En ongeveer een kwartier geleden kenden wij elkaar niet. En we hebben even contact gemaakt. En dat is eigenlijk ook wel de boodschap in mijn leven. Durf het gewoon aan te gaan. Ook met mensen die je niet kent. Maak contact, zoek verbinding. En als je het een beetje durft, ontstaan er gewoon hele mooie dingen in het leven. Nou, dat gezegd hebbende, dan nu het gedicht. De blaadjes altijd in de goede volgorde. Hoewel. Stel dat liefde een boom is en wij bladeren. En dat wij dan in de herfst van ons leven dwarrelen naar de grond. En dat we dan daar blijven liggen, blad aan blad, vredig in het rond. Stel, die boom gaat aan de wandel, eenzaam helemaal alleen. Op zoek naar andere bomen in de wereld om hem heen. Om bossen te ontdekken, om andere bomen bij de liefde en het leven te betrekken. Stel dat liefde een boom is en wij kale takken en dat wij dan in de winter van ons leven
zwiepen en zwaaien in de kille wind. En dat we dan wachten op de dagen dat de voorjaarszon ons weer vindt. Stel dat liefde een boom is en wij wortels. En dat wij dan in de lente van ons leven gaan groeien met prachtige bloesems die weer gaan bloeien. Stel dat liefde een boom is en wij het schors. En dat wij dan in de zomer van ons leven de kern beschermen. Het binnenste van het binnen. Daar waar het echt om gaat. En stel dat wij dan samen met alle andere bomen, de natuur, de dieren en de mensen vanaf het beginnen verzorgen en met elkaar verbinden. Zijn wij dan liefde? Zijn wij dan ook een levensboom? Dankjewel. We zijn er stil van. Dus die stilte laten we even op ons inwerken. En dan maak ik de overstap naar de drie pitches. Zoals niet iedereen weet, misschien de meeste wel, hebben we naast, of parallel aan deze dialoogsessies ook een aantal thematische kerkdiensten gehouden in de verschillende kerken waar de bomen te gast waren, op het plein of zelfs in de kerk, zoals op 19 juni in de Grote Kerk. Vanochtend was de laatste in de kerk de Schakel, Kamminga-Buren, en daarvan heeft Sjoukje Waldhuis de start meegemaakt en die gaat nu als eerste de 3 minuten pitch doen. Sjoukje, ik nodig jou uit. Toen Alex mij deze week vroeg of ik in een pitch van 3 minuten iets wilde vertellen over wat Bosk mij gebracht had, moest ik wel even slikken, want ik ben niet zo'n spreker in het openbaar. Maar oké, 3 minuten, me te doen wezen, zeggen ze in het Leeuwarden. Helaas heb ik niet eerdere dialoogsessies kunnen bezoeken, dus ik val een beetje buiten de boot. Ik had vakantie en andere afspraken waardoor ik net op die dagen niet kon. Maar ik kan natuurlijk wel vertellen hoe ik Bosk ervaren heb. Vanochtend hadden wij in de Schakel een viering in het kader van Bosk. Verschillende zondagen waren er in de stadskerken diensten met thema's die de bomen ons aanreikten. Zoals het zaad, de twijg, de stam, de tak en de vruchten. Bij ons ging de dienst over het vallen van de bladeren en het verval. Omdat het voor de bomen van Bosk te ver wandelen was naar de Schakel, hebben we een andere oplossing moeten zoeken. En Albert, mijn man, heeft een hele mooie verbeelding gemaakt in de Schakel. Een levensgrote boom. Niet verrassend, zult u denken. U kunt eventueel een foto vinden in de Gierenwaai onder het stukje van de Schakel. De boom is gemaakt in een cirkel. En ingedroogd blad laat het verval zien. Aan draadjes hangen bladeren die bewegen zowat in de luchtstromen van de kerk, alsof ze vallen. En onder de boom ligt wat afgevallen blad. Zo hadden wij vanochtend toch een boom in de Schakel. Bosk heeft heel veel bij mensen naar boven gebracht. Er is creativiteit ontstaan en bewustwording. Het heeft mensen op de been gebracht en nog belangrijker, en dat zei Henk ook al, samengebracht. Zelf heb ik genoten van zoveel groen in de stad. Ik heb heel lang in de stad gewerkt. En wat is het dan fijn als je nu
tussen de bomen door kan lopen. En dat je zo de drukte van de stad even achter je kan laten. Wat word je daar blij van? Afgezien van de invloed die de bomen hebben op het klimaat, hebben bomen evenzo goed een groot belang op het mentale welzijn van de mens. Bomen geven rust in ons hoofd. En als je dan in alle rust kijkt naar een boom, dan zie je de seizoenen. Dan zie je het leven. Het ontstaan van nieuwe energie als de sapstroom weer op gang komt. Het uitbotten van de nieuwe twijgen en fris blad. De boom in zijn zomerse pracht. En in het najaar het afstervende blad en de zaadjes die in de aarde vallen. Tot de takken uiteindelijk kaal zijn. Dan kan de boom rusten. De cirkel is rond. De cyclus van het leven. De boom doet het ons voor. Bosk. Dankjewel, Sjoukje. Ik nodig Piet Veenstra van de Grote Kerk uit. De vraag van Alex was: wat heb je meegenomen, geleerd van deze serie in het kader van Bosk? Ik heb niet alle lezingen gevolgd, maar dat was niet omdat het onderwerp me niet aanstond, maar gewoon omdat ik andere verplichtingen had in sociale zin. Maar allereerst heb ik geleerd dat bomen niet kunnen wandelen. Onze verstandplaats te veranderen is heel veel fysieke kracht nodig. Vooral als je ze over de pijpen van Leeuwarden moet sleuren, zoals ik uit eigen ervaring heb ondervonden. Daarnaast heb ik inzicht gekregen dat als je bomen verplaatst of weghaalt uit zijn standplaats, je enorme ingreep doet. Je rukt die boom namelijk uit een zeer uitgebreid en ingewikkeld systeem, heeft Therese ons ook verteld. Ze blijken heel ingenieus met elkaar te communiceren via het wortelstelsel in samenwerking met vele soorten schimmels en bacteriën. Ze schijnen op die manier elkaar te helpen om in leven te blijven en elkaar te beschermen tegen ziekten. Wat voor bomen geldt, geldt ook voor andere planten die in onze bodem groeien. Als de bodem niet gezond is, dan kunnen planten en bomen niet groeien. Want alle planten hebben voor een hen passende bodem nodig, met een bij de soort passende veelheid, diversiteit aan voedingsmiddelen en bodemleven. Mooi dat in dat verband de vraag op de laatste avond waarop we moesten aangeven hoeveel bacteriën er op een inheemse eik leven. Ik weet niet meer hoeveel, maar het waren zeer veel. Daarna werd gevraagd hoeveel er dan op de Amerikaanse eik die hier naartoe gehaald is, leven. Dit bleken er een stuk of 8 te zijn. De neiging die we hebben in deze schijnbaar maakbare wereld is dat we juist die plant op die plaats willen laten groeien. Vervolgens wil die plant er juist niet. Opnieuw proberen dan maar. Want we willen het nu eenmaal. Zeker is wel dat we door dit gedrag de wrange vruchten of zelfs geen vruchten plukken. Dit deed me denken aan het verhaal uit de Bijbel waarin de discipelen geen vissen hadden gevangen, ondanks een hele nacht hard werken. Nadat ze op voorstel van Jezus het net aan de andere kant hadden uitgezet, was het net vol. Dus zorg voor juiste grond en omstandigheden. Dit alles heeft mij opnieuw geleerd dat bomen en planten ook hun recht hebben. De juiste plaats, bodem en ruimte. De juiste diversiteit aan voeding. Rust en verzorging. Geduld. Maar bovenal mededogen. Want bladeren vallen nu eenmaal niet ver van de boom. Dus zie het als zegen
en niet als rommel. Kortom, wees lief voor bomen. En als bijproduct krijg je dan genot van een boom in de vorm van vruchten, schaduw, verkoeling enzovoort. Middels onze klimaattafel hoop ik dit bomenverhaal uit te dragen in onze wijkgemeente De Jacobijner. Ik begon met bomen kunnen niet wandelen. Maar we moeten wel veranderen, heb ik begrepen. Nou, dankjewel Piet. Dat is wel een doordenkertje. Daar zullen we het op de klimaattafel nog eens even een stevig over hebben. Hoe we dat dan, dat veranderen doen. Fijn. Janneke Lettinga van de doopsgezinde gemeente hier gaat nu haar pitch houden. Ja, we gaan het proberen. Wat hebben bomen mij geleerd? Nou, wie had kunnen denken dat bomen ons iets zouden kunnen leren? En toch. Bomen, hebben we zo net ook gehoord, was leuk dat u hetzelfde stuk had, schijnen met elkaar in verbinding te staan. Bomen hebben ondergronds met elkaar contact. En zo nodig steunen ze elkaar. Dat had ik nooit kunnen denken. Maar daarnaast geeft één boom, als het een inheemse soort is, ook nog eens aan honderden, en dat waren er 450, soorten, verschillende soorten insecten een thuis. En dan hebben we het nog niet over de vogels en de andere dieren die er een toevlucht in kunnen vinden. Kun je dat drinken? Dat is blauw. Iedere boom is eigenlijk een eigen biotoop op zichzelf en tegelijkertijd onderdeel van het geheel. Wat ik van bomen leerde was, op je eigen vierkante meter kun je al beginnen met te doen wat goed is voor de wereld. Misschien niet meteen met alles tegelijk. Maar begin met wat voor jou haalbaar is. En oké, dat lijkt vaak zo klein. Het zet zo weinig zoden aan de dijk. En mijn tijd en mijn mogelijkheden, ze zijn begrensd. Maar zoals bij de bomen, iedere boom heeft een eigen biotoop. Zo kan ik op dat kleine stukje aarde waar ik leef, misschien ook zorgen voor een kleine, heilzame biotoop. En kan ik verbindingen aangaan, anderen steunen. Door met elkaar, zoals tijdens de dialoogmomenten, in gesprek te gaan, kun je met elkaars gedachtegoed in aanraking komen. En zo ontdekte ik dat streekboeren, een initiatief om de lokale economie te steunen, niet alleen afhaalpunten in Leeuwarden heeft, maar nu ook thuis bezorgt. Dat biedt perspectief. Voor mezelf, omdat ik binnen mijn eigen mogelijkheden gezonde seizoensproducten kan krijgen die lokaal geproduceerd zijn. Dat biedt perspectief voor de lokale ondernemer, de boer, de imker, de molenaar enzovoort. Die krijgt nu een bestaansmogelijkheid en daarmee wordt de lokale gemeenschap verlevendigd en versterkt. En het biedt perspectief voor de lokale gemeenschap. Doordat je direct van de lokale ondernemer koopt, vloeit het geld niet uit de lokale economie weg. Het gaat dus niet naar een groot winkelbedrijf met zijn aandeelhouders, ver weg. Het geld blijft in de lokale economie, die daardoor leefbaarder wordt, onderlinge verbindingen krijgt en zich gesteund weet door de mensen die er wonen. Dit perspectief op mijn eigen vierkante meter hebben de bomen mij geleerd. Dankjewel, Janneke, voor deze
reflectie en de praktische toepassing die ons allemaal inspireert om te proberen onze bijdrage te leveren in de praktijk. Ja. Helemaal goed. Dan is het jouw beurt. Moet ik Trace van Montfoort introduceren? Iedereen heeft het boek gelezen natuurlijk, Groene Theologie. Oké, er zijn nog een paar exemplaren te koop, want dan kun je dus aan de studie wel flink doorbijten, maar er zitten heel veel inspirerende teksten in. Maar goed, jij gaat nu voor ons de samenvatting doen van wat we de afgelopen 6 keren besproken hebben. Trace van Montfoort. Ik werd een beetje weemoedig toen ik hier aankwam op het station en de bomen zag voor het station. En ik ben even gaan kijken naar waar het bosk nu staat. Prachtig weer. En dan denk ik, ach, dit is de laatste keer. En het is zo'n prachtig project. En ik ben zo blij dat ik hier aan mee mocht werken. Er komt nog een vervolg, daar zal ik straks nog iets over zeggen. Althans, er komt natuurlijk een evaluatie en er komt een essay of een manifest en daar zal ik straks iets meer over vertellen. Maar dit is in ieder geval de laatste bijeenkomst in deze serie en ik ben onder de indruk van om nu te horen wat zo 3 mensen daarvan geleerd hebben. Dat is zo bijzonder en dat is zo anders dan wanneer we alleen maar lezingen hadden gehad. Maar dat die bomen zo fysiek in de stad aanwezig zijn en wat dat doet, ik vind het zo bijzonder. Wat ik ga doen is, ik ga een heel kort overzicht, ofwel kort, ik probeer het kort te houden, een overzicht geven van de lezingen die hier geweest zijn en ook een paar dingetjes van die andere activiteiten, kerkdiensten en tentoonstelling ziet u hier om u heen en die blijft ook nog eventjes. En er zijn ook een aantal andere dingen geweest. Bomen wandelden door de stad. Wat vertelden ze ons? Ik beschouw degene die hier gestaan hebben om een inleiding te houden, beschouw ik eigenlijk als woordvoerders van de bomen. Bomen zijn aanwezig en laten ons merken dat het wat uitmaakt of ze er zijn of niet. En mensen kunnen verwoorden wat het appel is wat de bomen op ons doen om te streven naar een leefbaarder wereld voor mensen, dieren en alles wat leeft. Nou, ik mocht zelf beginnen op 8 mei. Het ging over de aarde, ons huis. En ik had het thema was een nieuw verhaal. Dan is de eerste vraag natuurlijk, wat is er dan mis met de oude verhalen? Ik heb er het een en ander over verteld. In de oude verhalen gaat het heel vaak over economie tegenover ecologie. Alsof economie het enige is wat echt belangrijk is. Terwijl economie maar een deel is van de samenleving en die is maar een deel van de hele wereldsamenleving, van alles wat leeft, de biosfeer. Het christendom heeft daar niet altijd zo'n vrije rol in gespeeld, in hoe wij met de aarde omgaan en onze plek daarin vinden. Volgens de historicus Lynn White maakte de aarde het mogelijk om het christendom het mogelijk om de natuur te exploiteren. Door net te doen alsof al het andere op aarde een ding is wat wij kunnen gebruiken. Dat is een ontwikkeling geweest in het moderne christendom. Ik heb wat voorgelezen uit dat boek van Annie Proulx, de geschiedenis van de bossen in Noordwest van de Verenigde Staten en Canada. En ook de rol die de kerk daar speelde. En we hebben het gehad ook over, hoe kijk je er zelf tegenaan? Zoals de kolonisten in dat boek of zoals de indianen in dat boek? Een heel andere kijk op bomen, op natuur, op onze rol. Toen de volgende stap was opnieuw naar de Bijbel kijken. Staat daar wel wat we vaak denken dat er staat? Staat daar wel dat de mens de kroon is op de schepping zoals je vaak hoort? Nee, dat staat er niet. Er staat wel, God keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat het zeer goed was. Alles bij elkaar dus. Niet alleen mensen.
God sluit een verbond, niet alleen met Noach en zijn nageslacht, maar met mensen, dieren en zelfs met de hele aarde. En in de Bijbel hoor je ook hoe zelfs bomen en bossen en ook en de bergen en eigenlijk alle schepselen God loven. Ook daarin zijn wij mensen niet de enige. We zijn deel van een groot geheel. Franciscus van Assisi pakte dat op in zijn zonnelied, wat gaat over alle schepselen die God prijzen. En ook Calvijn stond nog in die Bijbelse traditie, als die toen die schreef, de vogels bezongen God in hun lied, de wilde dieren riepen hem aan, het gras en de bloemen lachten hem toe. De schepping als de wereld als theater van Gods glorie, de hele wereld bij Calvijn nog. Wij hebben er alleen de mensenwereld van gemaakt. De paus, de kreet van de aarde en de kreet van de armen, armoede en achteruitgang van de aarde, die hebben alles met elkaar te maken. Hij benadrukt dat alle schepselen een eigen waarde hebben, niet alleen mensen. En dat de diepere oorzaak van de ecologische crisis is dat een kleine groep mensen zich het recht toe-eigent om andere mensen en de natuur aan zich te onderwerpen. Wat nodig is, zegt hij, is ecologische bekering. Ik kom straks bij Marjolein Tiemens, die ook heel veel gezegd heeft over Laudato Si. We hebben toen gehad in de gesprekken, was de vraag, welk nieuw inzicht heb je gekregen en welke stap ga je nu zetten? En wie wilde, kon daar ook een e-mailtje over sturen om te vertellen van, nou, dit is het inzicht of dit zijn de stappen die ik wil gaan zetten. Daar is eigenlijk niet, er zijn drie mensen hebben gereageerd, maar niet met een antwoord op de vragen, maar meestal op aanvullingen. Op zich aardige aanvullingen, bijvoorbeeld, ja, je kunt ook een boom cadeau geven bij een belangrijke gebeurtenis, een jubileum of een verjaardag of zo. En het zou mooi zijn als er een plek zou zijn voor mensen die daar geen ruimte voor hebben in hun eigen tuin of zo, geen tuin hebben, als er een plek zou zijn om die bomen dan te planten. Dat was een idee. En zo kwamen nog een paar ideeën, maar nog geen concrete stappen. Misschien was het nog niet ver genoeg die eerste keer. Dus straks komt die vraag weer in een iets andere vorm terug. 21 mei, op een zaterdag. In Snakkeburen wilde men ook graag een stukje bosk. Maar Snakkeburen was te ver. Dus wat besloot men? Nou, weet je wat, dan gaan wij wel naar het bos toe als het bos niet naar ons toe kan komen. En met een perenboompje zijn schoolkinderen en anderen vanuit Snakkeburen naar het bosk getrokken in de stad. En de nieuwsgierige perenboom is teruggebracht naar Snakkeburen. Dit was uit de Leeuwarden Courant, daar hadden ze het op de voorpagina gezet. En in Snakkeburen was dus die volgende dag, het is net al genoemd, een openluchtviering met als thema de levensboom. De perenboom, u ziet hem, als u goed kijkt, daar staan, naast de voorganger. Naast Gerben staat hij nog. De perenboom, inmiddels versierd, werd een levensboom. Een teken van leven, een teken van verbinding van hemel en aarde. Zoals in heel veel religies de boom een belangrijke rol speelt. Ook in de Bijbel. Al in Genesis 3 komen belangrijke bomen voor. En helemaal aan het eind van de Bijbel in Openbaring gaat het ook weer over een levensboom. Daarna waren er twee lezingen. Dus dat was eigenlijk de tweede bijeenkomst in de lezingenserie. En even kijken hoor. Corrie Hoekstra van de Hogeschool, Landbouw Hogeschool, hield de eerste lezing. Thema van allebei de lezingen was voedsel, samen eten, samen delen. En zij vertelde hoe zij een minor, wat vroeger een bijvak heette, aanbood over voedsel.
En daarin gingen studenten met elkaar op zoek. Wat is nou eerlijk en toegankelijk en betaalbaar voedsel voor iedereen? Hoe krijg je dat voor elkaar? En daar komt dan uit dat dat ook duurzaam is. Als het eerlijk is, toegankelijk en betaalbaar en de hele wereld kan voeden, dan is dat duurzaam. Ze zei ook, maar het wordt vaak wel moeilijk gemaakt. Veel omgevingen zijn, zoals dat dan heet, obesogeen, bevorderen slecht eten en overgewicht. Bijvoorbeeld, ze noemde een term, en ik had hem niet opgeschreven, ik kon hem ook niet meer vinden, misschien weet iemand het nog. Het was zoiets als voedselanalfabetisme. Er is steeds minder kennis van hoe je met voedsel omgaat. En iemand kwam ook met een voorbeeld, die zei van, voedselpakketten van de voedselbank, als daar een rode kool in zit, de meeste mensen gooien hem weg. Want ze weten niet wat ze ermee moeten doen. Ze zei, de voedselindustrie heeft ons eigenlijk wijsgemaakt dat koken ingewikkeld is en dat zij wel zullen zorgen voor de hulpmiddelen daarvoor. En dat maakt ook dat er vaak te ongezond gegeten wordt. En niet duurzaam genoeg. Daarna heb ik een verhaal gehouden en heb vooral wat verteld over maaltijden in de Bijbel. In de Bijbel, ik kan het nu niet allemaal herhalen, maar veel maaltijden gaat het om verbinding en het samen eten. Verbinding met elkaar, maar ook met het voedsel van de aarde en de waardering daarvoor. En ook met in het besef dat dat voedsel van God komt. Dus eten kan je verbinden met elkaar, met de aarde en met God. Ik heb een voorbeeld gegeven van hoe er in verschillende godsdiensten wetten zijn over wat je wel en niet moet eten. Het christendom heeft dat eigenlijk niet zo. Wij hebben vaste periodes, maar het katholicisme en ook steeds meer protestanten vasten in de 40 dagen tijd. Maar veel andere godsdiensten hebben voorschriften. Bijvoorbeeld in het boeddhisme geen dieren eten, geen vlees eten. En ik heb aangehaald de Joodse spijswetten, die in sommige groepen een modern jasje hebben gekregen. Daarin is men gaan vragen van, ja, wat zou je tegenwoordig moeten zeggen? Welk voedsel is toegestaan en welk niet? En ecologische spijswetten wil zeggen van, je eet alleen maar dat wat op een goede manier geproduceerd is. Waar geen mensen voor uitgebuit zijn, waar geen dieren het slachtoffer van geworden zijn en wat ook niet de aarde en de grond schaadt. Daarna is er een gesprek geweest, lekker buiten in de zon. We hadden mazzel met het weer. Heeft wat, waar en met wie je eet te maken met waar je in gelooft, was de vraag. En er kwam ontzettend veel uit eigenlijk. Dat was heel erg leuk. Bijvoorbeeld iemand zei van, ja, de wereld gaat eraan kapot als ik zoveel vlees eet, realiseerde ik me. Maar wat dan? En ze hadden met elkaar gepraat over, ja, wat dan als het niet aardappels, vlees, groente is of vlees en iets anders. Maar als je op een duurzame manier wil eten, dan elke dag vlees. juni, toen waren er workshops voor jong en oud. Kinderen hebben bomen beschilderd, ouderen hebben mandala's gemaakt. 15 juni was de volgende lezing, de derde dus. Met Kees Buisman, die alles weet van waterhuishouding. En het motto van zijn lezing was, creëer de wereld waarin jij zelf wilt wonen. Hij heeft ons verteld bijvoorbeeld, dat vond ik zelf wel een eye-opener. Kijk, de medische wetenschap heeft gezorgd dat we langer leven. Maar heeft eigenlijk maar 3 gezonde jaren aan ons leven toegevoegd. Maar schoon drinkwater, voorhanden zijn van schoon drinkwater, heeft ons leven met 35 jaar verlengd.
water, zo belangrijk is water. Hij stelde de vraag, wanneer hebben we genoeg? Moet het alsmaar meer zijn? Plaatje links zie je hoeveel de gemiddelde Nederlandse consument per dag aan water gebruikt. 4000 liter. Dan zegt u misschien, nou zo lang sta ik nou ook weer niet onder de douche. Maar dat zit hem bijvoorbeeld ook. Als u ziet, het zit hem voor een kwart in vlees eten. Voor vlees is heel veel water nodig voor het produceren van vlees. Maar ook voor koffie en thee. En ook voor zuivelproducten. Dus wil je minder water gebruiken, zodat die watervoorraad op de aarde die we hebben, en voor water is er geen alternatief, zei hij terecht. Als we die watervoorraad beschikbaar willen houden, ook dan is dus minder vlees, minder zuivel, dat zet echt zoden aan de dijk. Naast natuurlijk niet eindeloos onder de douche staan. Steeds meer luxe, constateerde hij. Toen ik jong was, toen had je zeg maar 3 soorten zeep. En nu, kijk eens in een schap, in de supermarkt of bij de drogist, zoveel verschillende soorten. Is dat nodig? Wat is genoeg? Nederlanders gebruiken 160 pillen per persoon per jaar. Is dat echt nodig? Hij heeft ontzettend veel informatie gegeven. Als u er niet bij was, is het aardig om er terug te kijken. Ik kan het niet allemaal herhalen. Hij zei bijvoorbeeld, het planten van bomen op gebieden, in gebieden waar ze verdwenen zijn, is enorm belangrijk om het klimaat niet al te veel op te laten warmen. En met name in de tropische streken, Latijns-Amerika, Afrika, Azië, waar u die groene band ziet zo. Als daar meer bomen kunnen komen, dat zet enorm veel zoden aan de dijk. Het is natuurlijk altijd het belangrijkste dat bomen niet gekapt worden. Maar als ze al weg zijn, kun je ze planten en het klimaat weer herstellen. Want bomen zorgen ook voor een goed klimaat, voor verkoeling en voor regen. Niet te veel tegelijk en een beetje verspreid. Die pillen, zei hij. Als we eens wat gezonder gaan eten en produceren, dan hebben we minder pillen nodig. Van farmacie naar farmacie. Dus het moet van de boerderijen komen, van gezonde boerderijen. En een gezonde bodem. Dat is eigenlijk de basis van heel erg veel. Er zit zoveel leven in een vierkante meter bodem. Onvoorstelbaar veel leven. En door de gangbare manier van landbouw verdwijnt heel veel van dat leven. En toen kwam die bij. De basis is ook dat we hogere waarden, andere waarden nodig hebben. Hij vertelde in het begin van zijn verhaal. Ik ging dus de kant van de milieukunde, waterhuishouding op. En ik dacht van, ik ga dan technische middelen ontwikkelen om de situatie van de aarde te verbeteren. Maar hij ontdekte dat het daar niet in zat. Want alle technische ontwikkelingen hebben ook weer hun nadeel. En hoe meer er ergens van beschikbaar komt, hoe meer er ook weer van gebruikt wordt. Denk bijvoorbeeld, dat is een klassiek voorbeeld, aan spaarlampen. Toen er spaarlampen kwamen en ledlampen, nog zuiniger. Toen werd er niet minder stroom gebruikt voor verlichting. Maar toen gingen mensen ook de tuin verlichten, bijvoorbeeld. Want het kostte toch niks. Dus zo zie je dat veel technische innovaties weinig opleveren. Dus hij zei, het moet ergens anders vandaan komen. Niet van technische innovaties. Dat kan natuurlijk, maar zeker dat is niet de oplossing. Dus hij heeft 3 dingen genoemd. Toekomstige oriëntatie. Dus niet op de korte termijn denken, maar ook eraan denken, wat is het effect op de langere termijn? Gemeenschapszin, niet alleen vanuit het individu, maar ook dat je het met elkaar moet doen. En wereldperspectief. Hij noemde als voorbeeld het gat in de ozonlaag. Dat was op de Zuidpool. Maar wereldwijd is toen wel een omslag gemaakt naar minder drijfgassen, zodat dat gat niet groter zou worden.
Niemand zei, nou ja, de Zuidpool is zo ver hier vandaan, laat maar zitten, daar heb ik niks mee te maken. Nee, het wereldperspectief. Altijd kijken wat het effect is wereldwijd. En niet alleen maar op de kleine schaal, maar ook op de grote schaal, allebei. Hij hoopte op een bewustzijnsontwikkeling, een evaluatie van het bewustzijn, richting van individueel en winstgericht naar meer gezamenlijk en meer inclusief. En hij eindigde met persoonlijk leiderschap. En dat zit in dingen als, bepaal ook voor jezelf, wat is genoeg? Dus de eerste vraag van hem. En over vlees eten zei hij, eet vlees als een leeuw. En dat klinkt als heel veel, maar hij zei, als een leeuw een prooi gevangen heeft, dan hoeft hij daarna 6 dagen geen vlees te eten. Dus af en toe vlees eten kan best, maar daarna ook weer een tijd niet. En bepaal een moedig doel. Denk niet, ach, wat maakt het uit wat ik doe. Wees integraal en stralend. Daar eindigde hij mee. Het maakt wat uit wat jij zelf doet. En dat mag je ook best laten zien aan anderen. En dat kan anderen ook weer stimuleren. Ik heb hier een paar plaatjes gebruikt uit een film die Bruno gemaakt heeft. Die kun je vinden op brunodoedens.nl. Een prachtige film waarbij je de bomen zo door de stad ziet trekken. Vaak van bovenaf. Op 19 juni stonden ze op het Jacobijner Kerkhof. En stonden ze ook in de kerk. Zoals een aantal van u meegemaakt zal hebben. Was u er niet bij, dan kunt u het nog terugzien op Omroep Friesland. Die hebben de hele diensten opgenomen. Dit is de kerkdienst. In de kerkdienst ging het over de bomen uit Genesis 1, uit dat eerste scheppingsverhaal. Dat toen er aarde was en een hemelkoepel, het water en het land gescheiden waren en op het land bomen waren gegroeid. Op dat moment in het eerste scheppingsverhaal is de aarde, is de kosmos klaar voor het leven. Bomen zijn een soort basis in dat verhaal. We zijn afhankelijk van de bomen. En het tweede verhaal ging over Jezus die demonen uitdrijft uit een man. En die worden in de varkens gedreven. En die varkens die storten zich in het meer. Die, zou je kunnen zeggen, geven hun leven om die man te bevrijden van de demonen. En de vraag daarbij was, wat zijn onze demonen? Wat is er wat ons weerhoudt van een goed en duurzaam leven? Van een goede manier van met de aarde omgaan. 22 juni, vitale en verantwoorde landbouw. En dat was de avond waarop de minste mensen waren. Ik was er ook niet, want 's avonds naar Leeuwarden is me net een beetje te vermoeiend. Maar ik heb het wel online gezien. En u kunt het ook allemaal terugkijken op de site van de Doopsgezinde Gemeente. Het was een ontzettend interessante avond. Natuurlijk wel heel spannend in deze tijd, waarin de verhoudingen zo op scherp staan. Alex is toen begonnen met een citaat uit de wijsheidsliteratuur in de Bijbel. Citaat uit Job. Vraag het vee hiernaar, het zal je onderrichten. Vraag het de vogels in de lucht, ze zullen het verkondigen. Of spreek tot de aarde, die zal je onderrichten. En uit datzelfde Bijbelboek Job citeerde de eerste spreker. Dat was Pieter Knijf, pastor en lid van de werkgroep Kerk en Landbouw. En hij vertelde van, Job legt rekenschap af ten opzichte van God. Durft God tegemoet te treden en zegt dan, als mijn akkers ooit geroepen hebben om vergelding, als uit hun voren een jammerklacht is opgestegen, als ik hun vruchten heb verteerd zonder te betalen en de boeren tot wanhoop heb gebracht, mogen er dan dorens opschieten in plaats van tarwe en woekerkruid in plaats van gerst. Een mooie tekst die ook laat zien van dat ook in de Bijbel het goed omgaan met de grond belangrijk is. En die laat zien dat eerlijke betaling, eerlijke prijzen belangrijk is.
als ik hun vruchten heb verteerd zonder te betalen. Dat klopt niet. En vervolgens zei hij, ja, hoe gaan we nou duurzaam om met de schepping? Zijn we bereid om de aarde die we van God gekregen hebben, om die ook aan God terug te geven? In goede staat aan God terug te geven. Hij haalde 7 woorden naar voren uit de Torah, uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. Hoe je met de aarde om zou kunnen gaan. 7 richtlijnen. Ontzag, afhankelijkheid, dankbaarheid, rechtvaardigheid, barmhartigheid, matigheid en rust. Allemaal woorden om over na te denken. En vervolgens benoemde hij spanningen in de praktijk. En hij zei tegen de kerken, hij riep eigenlijk de kerken op, zie stikstof als een gemeenschappelijk probleem. Dat zou een belangrijke rol van de kerken kunnen zijn in de stikstofcrisis. En hou op met die, laat kerken ook helpen bij het overbruggen van tegenstellingen. Het helpt niet om stad en platteland scherp tegenover elkaar te gaan stellen. Of boeren en andere mensen. En zo is de werkelijkheid ook niet. Er zijn zoveel soorten boeren in zoveel soorten situaties. En stadsbewoners zijn natuurlijk ook niet allemaal hetzelfde. Toevallig had ik 2 weken geleden heb ik gepreekt over een tekst die te maken had met dieren en met landbouw. En ineens werd dat heel, dat was al langer van tevoren afgesproken, ineens werd het heel actueel door de stikstofcrisis. En ik dacht, ja, daar moet ik ook wat over zeggen in die preek. Een paar dagen daarvoor kreeg ik van de PKN een mailtje gericht aan zo'n nieuwsbrief. Preek niet over stikstof. Ja, sommige anderen hebben hem ook gezien. Preek niet over stikstof. Preek maar over de liefde van Jezus. Ja, maar hoe krijgt de liefde van Jezus, hoe krijgt die handen en voeten? En dan moet je toch ook over dit soort problemen hebben als stikstof. Niet om nou uitgebreid het regeringsbeleid te gaan bespreken, maar wel de vragen die erachter liggen, denk ik. Daarin kunnen de kerken ook een hele belangrijke rol hebben. En dat was ook, denk ik, wat hij wilde. Dat was dus de actualiteit. Stikstof. Joost Mulder, die kwam toen aan het woord. Hij zei, ja, ik stond net nog in de boerenprotesten. Hij is eigenaar, of mede-eigenaar, of de zoon van de eigenaar, weet ik meer precies, van een bedrijf wat voorheen producten leverde aan boeren vooral. Maar nu, zei hij, leveren ze vooral advies. Dus ze verkopen minder, maar geven vooral advies. Gericht op hoe zorg je voor een goede bodem. Beter omgaan met de bodem. En hij noemde allerlei uitdagingen en kansen. Minder afhankelijk van fossiele inputs, recycling van nutriënten, van voedingsstoffen, gezonde voeding, ziektewerende bodems, waterbuffering, koolstof vastleggen. Alles tegen de opwarming van de aarde en tegen de verschraling van bodems. Bij gezondheid, dat kwam in verschillende lezingen terug, zei hij ook van, ja, we kunnen wel gaan kijken naar de stofjes en bijvoorbeeld ook de dieren zoveel van dit stofje en zoveel van dat stofje geven. Maar zowel voor dieren en mensen willen wij kijken naar wat is gezonde voeding. En dan gaat het om het geheel, dan is het niet een optelsom van stofjes. En de moraal van het verhaal eigenlijk, laten we nu dingen doen waar we later geen spijt van krijgen. Dus het is weer dat ook gericht zijn op de wat langere termijn. Welk systeem is weerbaar op den duur? En hij verzuchtte, soms lijkt het wel alsof er aan de 10 geboden een 11e gebod is toegevoegd. Gij zult concurreren. En ja, concurrentie, het al en eindeloze groei,
sturen op kostprijs en niet op kwaliteit, dat richt heel veel schade aan. Dus dat is op een toch wat fundamenteler niveau ook waarop de dingen anders georganiseerd zouden moeten worden. Als alles gericht is op concurrentie en groei, dan komen we nooit uit de ecologische crisis of dan wordt het alleen maar erger. Is er een link tussen bodemkwaliteit en voedselkwaliteit? Vroeg hij. En hij liet een schemaatje zien. Ik vond dat behoorlijk onthutsend. En dan keek hij naar de voedingsstoffen in broccoli, bonen, aardappels enzovoort. Ik weet niet of u het kunt lezen ook achterin. Maar dan zie je dat in 1985 er nog veel meer voedingsstoffen... calcium, foliumzuur, magnesium enzovoort, vitamines, die zaten nog veel meer in het gangbare voedsel dan tegenwoordig. In 96 was het al minder, in 2002 was het nog minder. Dus er wordt wel steeds meer en steeds goedkoper voedsel geproduceerd, maar het wordt er niet gezonder op. Dus daar komt ook weer terug van farmacie naar farmacie. Dus de gezondheid moet van gezond voedsel komen, niet van steeds meer medicijnen. En tenslotte was op die avond aan de woord Weidse de Vries, biologisch melkveehouder. Die vertelde over zijn koeien en hoe hij met zijn koeien omging. Maar hij zei ook, en hij was natuurlijk nog steeds trots op zijn koeien hoor, volgens mij. Maar hij zei, vroeger was ik trots op de koeien en nu vooral op het landschap. Hij was meer het geheel gaan bekijken. En hij vertelde ook, dat vond ik heel mooi, dat voor hem een soort bekeringsmoment was toen hij nog niet biologisch werkte. En hij ging met een gifspuit naar een stuk brandnetel, want dat moest weg. En toen zag hij ineens dat in die brandnetels allemaal rupsen zaten. En toen dacht hij, en die rupsen dan? Mogen dat dan geen vlinders worden? En toen dacht hij van, nee, deze manier van boeren, dat klopt gewoon niet. En wat hij nu probeert is meer biodiversiteit te krijgen. Dus meer verschillende soorten planten en dieren op zijn land. Minder krachtvoer te geven, met alle problemen van stikstof en zo. En eigen graan of koolzaad te gaan telen. En zijn wens was, wat algemener voor iedereen, maak verantwoorde keuzes bij wat we kopen en wat we eten. Hier voor de kerk is op 9 juli een vruchtenmarkt geweest. Er stonden toen hier ook een paar bomen van het bos. Een kastanje, een plataan en een linde op het plein. En er zijn allerlei soorten jams en wijn en zo verkocht. De volgende lezing was op 10 juli. Minder consumeren en meer hergebruiken over de impact van afval. Dus het ging over afval. Gerrit-Jan Fernhout, en ik mocht ook weer wat zeggen. Gerrit-Jan Fernhout is van Omrin, het afvalverwerkingsbedrijf. En hij vertelde hoe afval gescheiden en gesorteerd wordt en er nieuwe grondstoffen van gemaakt worden. Die ze dan aanbieden aan bedrijven. En hoeveel afval ze wel niet verwerken. Heel veel. Hoe vroeger een lineaire afvalverwerking is van, je hebt grondstoffen, daar heb je producten, die gebruik je en dan gooi je ze weg. En recycling betekent dat je de productie en het gebruik, dat je dan ze weer geschikt maakt voor hergebruik. Voor nieuwe producten, zodat het een cirkel wordt in plaats van een rechte lijn met alsmaar meer afval. En het is nog duurzamer als de productie duurzaam is en het gebruik duurzaam is en het dan gerecycled wordt. Dat is, zei hij, het einddoel. Zo'n circulaire economie. Waarin er geen afval meer is, maar alle afval grondstof is. Hij liet zien hoe dat allemaal gebeurde, hoe ze afval scheiden, hoe kunststoffen verder gesorteerd worden naar soort en wat er van die kunststoffen gemaakt wordt. Dat afval wat niet gerecycled kan worden, omgezet wordt in energie door het te verbranden en dat die energie te gebruiken. En dat ook op hun terrein, dat ze daar nu een schaapskudde hebben als
manier om bij te dragen aan de biodiversiteit. Toen mocht ik mijn verhaal houden. Ik dacht eerst, wat moet ik als theoloog nou over afval zeggen? Dat is niet mijn vak, maar dat viel best mee eigenlijk. Theologie is zo'n leuk vak, daar kun je eigenlijk over alles hebben. Wat ik weet van afval, is dat zo'n circulaire economie is een mooi idee en het is ook belangrijk. Maar recyclen is nooit neutraal. Want het kost altijd energie om dingen te recyclen. Dus het heeft altijd ook een milieu-impact, ook recycling. En heel veel afval wordt niet gerecycled. Ja, je kunt op internet genoeg foto's vinden van plekken waar ook ons afval gedumpt wordt. En waar bijvoorbeeld ook veel afval ontstaat, is op de plekken natuurlijk waar onze spullen geproduceerd worden. De meeste dingen die wij gebruiken worden niet in Nederland geproduceerd. En wat gebeurt er met dat afval? Dat wordt lang niet zo netjes verwerkt als bij Omrin. Dus wat gewoon ook echt nodig is, en daar was Gerrit-Jan Fernhout het ook met mij eens hoor, dat zei hij ook. Het is nodig om minder afval te produceren. Dat is het allerbeste. En hoe doe je, of wat is nou de oorzaak van dat we zoveel afval produceren, dat het alsmaar meer wordt? Wat zijn nou de diepere oorzaken daarvan? Ik ben begonnen bij Adam en Eva. Daar had ik het in Slakke Buren ook al over gehad, toen het ging over de boom uit Genesis 3. We zijn behept als mensen met een soort hebberigheid. Dat verhaal over Adam en Eva en die boom, een paradijs, een tuin heeft God gemaakt en er is alleen één boom waar ze niet van mogen eten. Maar ook daar kunnen ze niet afblijven, de mensen. En dat is denk ik tekenend, ook voor ons en nog veel tekenender voor ons dan voor de mensen uit de tijd van de Bijbel, dat we geen grenzen willen kennen. Dat we denken dat we alles kunnen hebben en steeds meer kunnen hebben. Dat we geen grenzen respecteren. Dat zie je bijvoorbeeld in wat dan consumentisme genoemd wordt. Het kopen en consumeren als levensvervulling. Winkelen als hobby. Niet omdat je iets nodig hebt, maar gewoon omdat het leuk is. Consumentenvertrouwen geldt als iets positiefs. We moeten meer gaan kopen, want dat is goed voor de economie. Economie moet groeien. Dit is een staartje van de economie. Als de economie niet groeit, dan is het dus mis. Dus dat is eigenlijk een heel raar systeem, want we hebben maar één aarde en die groeit niet. Dus we kunnen niet alsmaar meer gaan gebruiken. Dus dat zit op verschillende niveaus. De hebberigheid, zeg maar, zit op individueel niveau. En de economische groei, dat is het systeem zoals dat ingericht is. Wat ons ook stimuleert om steeds meer te willen hebben. Ik heb daar tegenover gezet, het is een heel praktisch staatje van recyclen is mooi. Recycling is heel mooi en belangrijk. Maar je moet ergens eigenlijk eerder beginnen. Reviews, weigeren. Dus dingen die je niet kopen, die je niet nodig hebt. Reduce. Verminderen. Kijken hoe je kan zorgen voor minder afval. Een manier, dat vertelde die voedseldeskundige. Corrie, ik ben even kijken. Ja. Corrie Hoekstra. Die zei van, wat ze met de studenten deed, was een week lang inventariseren. Hoeveel verpakking heb je eigenlijk? Hoeveel verpakking gooi je weg in een week? En dan de week daarna is kijken van hoe kun je dat zoveel mogelijk verminderen. Reuse, hergebruiken. Dus dingen laten repareren. Dingen kopen die ook te repareren zijn. Wat soms best lastig is. Geen wegwerpproducten. Dingen die je op kunt knappen. Tweedehands spullen kopen. En als je het dan echt weg moet gooien, ja, dan recyclen. En wat niet te recyclen is, dat kan meestal gecomposteerd worden. Dus dat is ongeveer de volgorde.
Vanuit de theologie gezien, heb je dan een ideaal van, en vanuit de christelijke traditie en ook van andere gelovige traditie, ideaal van eenvoud, eenvoudig leven. Niet hechten aan bezit, de mammon niet eren, de god van het geld. Eco-vasten. Vasten, het is net als met dat die eco-spijswetten, die ecologische spijswetten. Het concept van vasten, van een tijd lang minder eten of bijvoorbeeld niet snoepen in de 40 dagen tijd, dat kun je ook op een ecologische manier invullen. Dus een soort soberheid waarin je bepaalde luxes die schadelijk zijn, dat je daarvan afziet. En dat geeft vaak veel ruimte. Bijvoorbeeld als je minder bezig bent met dingen kopen, geeft dit tijd om andere dingen te doen. Theokritov, dat is een Oosters-Orthodoxe theologe, die koppelt die ecologische ascese of soberheid, koppelt ze aan feestelijkheid. En dat is in onze Calvinistische traditie is er ook wel een soort nadruk op soberheid. En dat willen we vaak van af, want dat is ook een beetje geassocieerd met somberheid. Maar soberheid kan ook samengaan met feestelijkheid, van ook je feesten vieren. En soms ook uitpakken. En bijvoorbeeld dat de liturgie, dat het in de kerk ook feestelijk mag zijn. Het is allebei nodig. Dus het hoeft niet vanuit somberheid te zijn. Het is ook de lofzang, zeg maar, van alle schepselen. De blijheid. Het is niet alleen maar van wat allemaal niet mag. Het is ook het vieren wat erbij hoort. En dat helpt om af te kicken van dat consumentisme. Die eco-soberheid en tegelijkertijd ook het vieren, het feestelijke. Ik moet er iets sneller doorheen, want anders kost het te veel tijd, denk ik. Ik zie al mensen op hun horloge zitten kijken. Ik ga er iets sneller doorheen. Energietransitie met Bouwe de Boer, Marjolein de Vries en ook een paar energiecoaches waren daarbij aanwezig. Bouwe de Boer, energiedeskundige, liet zien hoe de opwarming van de aarde, hoe snel dat gaat met cijfers van het KNMI, hoe de gemiddelde temperatuur stijgt, het aantal warme dagen. Aan deskundigen is gevraagd van, wat denken jullie, blijft de opwarming van de aarde binnen die 1,5% wat het streven was van het akkoord van Parijs? Niemand van de deskundigen dacht dat. De meesten dachten 2,5 of 3,5 graden meer. Dus dat is best schokkend. Maar het maakt natuurlijk altijd nog uit. Als we die 1,5 graad niet halen als maximum, dan kunnen we beter op de 2 zitten dan op de 3. Hij liet een aantal energie-neutrale gebouwen zien in Leeuwarden. In 1999 waren hier de eerste energie-neutrale woningen van Nederland. Energiecorporaties die er steeds meer zijn. En andere initiatieven. Bijvoorbeeld om ook boeren te betrekken bij bouwactiviteiten voor het leveren van grondstoffen. Project van deelauto's. Hij vertelde ook van, ja, energie neutraal en energie zuinig heeft ook te maken met de hele manier van leven. En er zijn een aantal blue zones, noemen ze dat, wereldwijd, waar heel veel mensen heel oud worden en gezond oud worden. Waar bovenmatig veel 100-jarigen zijn die nog gezond zijn. En waar zit dat in, is onderzocht. Dat zit in regelmatig bewegen op een natuurlijke manier. Een doel hebben in je leven. Zo min mogelijk stress ervaren. Niet te veel eten. Gebalanceerd voedingspatroon. Geen gif. Regelmatig alcohol drinken, maar met mate. Vooral wijn. Religie of spiritualiteit beleven. Dus daar word je ook oud van. Familie of geliefde in de eerste plaats zetten en je verbonden voelen met anderen. En er zijn een aantal gemeentes in Friesland, dit is van Bakkeveen, die proberen dat model over te nemen. Die dus duurzaamheid zo breed maken van hoe kunnen we met elkaar
gezond oud worden. Marjolein liet een aantal dingen zien uit Laudato Si. Hoe de mensheid moet veranderen door zich bewust te worden van de gemeenschappelijke oorsprong en de verbondenheid met alle schepselen en een gedeelde toekomst. Ze deed een geleide meditatie om die verbondenheid ook te ervaren. Kijk hoe ze dat noemde. Als een boom ben je. Sommigen van u hebben het meegemaakt. Verbondenheid, verwondering en dankbaarheid als belangrijke deugden. Eerlijk delen. Mentaliteitsverandering is nodig. In een bos, het is ook in twee van de pitches kwam het ook al naar voren. In een bos zorgen bomen voor elkaar. Dat zou een voorbeeld voor ons zijn, zei ze. En die uitspraak is ook wel een hele mooie. De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. Uitspraak van Mahatma Gandhi. Nou, hier het eerste boom. Het plaatje van de boom die vanochtend dus in de schakel stond. Thema afbraak, verval en bodemontwikkeling. Nou, er zijn een aantal tentoonstellingen in verschillende kerken, die u hier om u heen ziet. Deze loopt nog door tot 10 september. En dan gaan we nu de eerste gespreksronde doen. Wat heb jij je geleerd van de wandelende bomen en de activiteiten daaromheen? Ik denk dat het handig is als er nu koffie gewoon op tafels komt en mensen... Ja? Dankjewel. Ik dacht op een gegeven moment van nou kan ik het tentamen wel afleggen over al die 6 bijeenkomsten en dan hopelijk een voldoende halen. Zo'n mooie samenvatting was dit van wat we meegemaakt hebben. Maar ik kijk gewoon ook even heel simpel naar de klok. Ik ben tenslotte die onderwijzer die denkt eind van de les. Ik ga jullie vragen om tijdens de koffie de komende 20 minuten met elkaar te praten inderdaad over de vraag wat hebben we geleerd? Maar ook, wat kunnen we doen? Hoe kunnen we verder? En ik heb gebruikte envelopjes met... ik ben echt heel zuinig. Met gekleurde papiertjes die ik over had van het printwerk. Met een perforatorgaatje erin. Probeer iets te formuleren van wat je geleerd hebt. En wat je wilt doen. En wat je gaat doen. En dan... gaan we straks deze boom daarmee volhangen. Hebben we uiteindelijk een kleurige, ideeënrijke boom. Maar de koffie komt er nu aan. Maak het even gezellig. 20 minuten had ik zo ongeveer gedacht. En dan komen we dan tot de verzameling. Dankjewel. Ook in gesprek. En dat is ook heel erg goed. Op zichzelf. Ja, dat ik weet het. Oké, ik krijg nou kritiek. Appie. Ben ik te verstaan? En jullie kletsen maar door natuurlijk. Hè? Eenmaal bezig, het lijkt wel een reunie. Goed, dames en heren. Het is nu 16:30. Wij proberen dit in enigszins gestructureerde tijd rond te krijgen. We doen nog even 3 dingen. Zoals afgesproken gaan we nu beginnen... met 3 korte pitches van elk 3 minuten. En daarvoor hebben we nu... Ja, ik weet wel. Ik praat de tijd gewoon vol. Oh, dit is allemaal leerlingen die zich daarmee bemoeien. De bel is nog net komen. Oké. Nou, is nodig wel. We doen nog even 3 pitches van 3 minuten elk. Dan verzamelen we wat ideeën van de tafels. Die gaan we ook proberen daar te hangen. En dan gaat Trace ons meenemen van wat hebben we hem eigenlijk geleerd. Huh? Zo ongeveer. En dan besluiten wij zingend. Want
wat is nou mooier dan dat je zingend de dag kunt beëindigen. Jan Veldman. Dit overvalt me wel wat, want ik had dit niet verwacht, maar op deze manier, maar ik ga mijn best doen. Wat heeft het Bosk mij geleerd? Het belangrijkste vind ik, en dat is de kern van mij, en we hebben gezien gedurende deze dagen, die 100 dagen, en die zijn nog niet bijna om, maar dat uiteindelijk het Bosk steeds in wandeling is, hè? Dus het beweegt. Nou, en ik zie dus heel veel activiteiten zoals vandaag, maar ook de vieringen en de diensten, dat mensen dus in staat zijn om in beweging te komen. En een mens is van nature dus een gewoontedier en die zit gauw vast in gewoontes. Het is belangrijk om gewoontes te doorbreken. En dat kun je uiteindelijk bij jezelf opwekken door je bewust te worden van dingen. En bewust worden van dat we iets moeten veranderen. Je besteedt er aandacht aan. Hè? De aandacht die is daarvoor nodig. En ik denk dat hier uiteindelijk bij dit project heel belangrijk is geweest. En dan geef ik een lachwekkend voorbeeld. En dat heb ik heel eerder genoemd. Als je een gewoonte wil doorbreken, dan heb je in het begin een strijd met jezelf. Dan denk je van, nou heb ik daar wel zin aan, ja of nee. Nou, ik noem een lachwekkend voorbeeld. Ik neem aan dat jullie zien dat ik er schoon uitzie, maar ik kom al 8 jaar niet meer onder de douche. En ik was me gewoon aan de kraan. Ik vind het onder de douche gaan, dat vind ik eigenlijk waterverspilling. Kost in deze tijd ook nog veel gas. En voor mijzelf is er eigenlijk niks veranderd. Ik ben er niet slechter van geworden. En nu ik maar gewoon aan de kraan was, is voor mij geen probleem meer. En ik denk dat dat ook met dit soort projecten is. En dat het gewoon meer en meer moet worden ingevoerd. Dat mensen in beweging komen. En want het is een kleine gezegde. Winnen is beginnen. Of beginnen is winnen. Sorry. En dit was uiteindelijk mijn betoog. Nou, dankjewel Jan voor deze verrassende bijdrage. Betty Halma. Wat heb ik meegenomen voor mijn persoonlijke leven en voor de kerkelijke gemeente waar ik deel van uitmaak? Bosk heeft mij bewust gemaakt van de ingewikkeldheid van transitie. Ik ben daar nu nog bewuster mee bezig dan ik al deed. Tijdens de eerste lezing, hier in de Doopsgezinde Kerk, maakte ik kennis met de bioboer Hoek uit Jensen. Hij melkt 44 koeien. De koeien lopen in de wei vol bloemen. En hij voert bij met biovoer. Hij kan er van leven. En zijn zoon volgt hem op. Daar was hij erg trots op. Een blijde boer ontmoette ik. Het kan dus. Wij, mijn man en ik, wij fietsen veel. Spreken veel over dat het anders moet. En dat het volgens ons ook anders kan. Maar we zijn ons zeer bewust dat boeren, agrariërs, dat niet alleen kunnen. Ook wij moeten veranderen. En dat kan. Want als bomen kunnen wandelen, Piet zegt, die wandelen niet. Maar het is natuurlijk wel zo, ze zijn door de stad gegaan. Dan kunnen ook wij veranderen. We vierden vakantie in ons eigen land. En het viel ons op hoeveel boeren in het land, we hebben op 4 plaatsen hebben we gekampeerd, maar hoeveel boeren bezig zijn met transitie. Ik vind dat wij daar veel te weinig van horen. Maar laat ik het houden in onze eigen provincie.
Al fietsend ontdekten we, zagen we weilanden met koeien en allemaal bloemen. Fietsend van Deinem naar Wommels, de Skrins en de Skrok, plasdrasgebieden, midden in de weilanden. Als het ware een lint. Fietsen we aan de oostkant van Leeuwarden, dan zien we dat er verbindingen zijn gemaakt tussen kleine natuurgebieden. De Grote Wielen, het Ottemar-Wiersma-reservaat, de Houtwiel bij de Vallon en de Zwemmer die naar het Lauwersmeersgebied loopt. Een aaneengesloten gebied waar de natuur zijn diversiteit kan zoeken. En dat stemt mij hoopvol. Wij moeten aandacht hebben voor de agrarische sector, die veranderen moet. Maar niet alleen de agrarische sector. Ook wij moeten met elkaar, noem het maar de pijn, die moeten wij met elkaar dragen. En ik maak me grote zorgen over de manier waarop dat gaat. En ik hoop dat we daar als kerken een rol in kunnen spelen. Aandacht en liefde voor elkaar hebben. Tot slot. Ik heb een prachtig boek gelezen over agrariërs die al volop bezig zijn met die transitie. Met de prachtige titel Boer doet leven. Een boek waaruit ik hoop put. Nou, dankjewel Betty. Ik zou bijna zeggen, hier houden we het bij. We gaan allemaal dat boek lezen. Maar ik heb meneer Koen Rijntjes gevraagd om in 3 minuten iets over de Groene Kerkbeweging te vertellen. Koen Rijntjes van Doopzondagsgemeente in Drachten. Wij zijn een groene kerk. Maar ja, wat is dat? Wij zijn groene kerk sinds 2019 en toen kwam de corona. Stop. Maar Groene Kerk gaat gewoon door, ook als de corona er is. Groene Kerk is een landelijk netwerk van kerken van waar men zich zorgen maakt om het milieu en de natuur. Net zoals we denk ik allemaal dat doen. En ze bestaan al zeker 10 jaar en ze hebben besloten om met elkaar te gaan samenwerken. Om ervaringen uit te wisselen over van hoe kun je dan die kerk vergroenen. Hoe kun je zonnepanelen op het dak van de kerk krijgen. Of hoe kunnen we de vaatwas ecologisch gaan doen. Allerlei aspecten die aan de orde komen. Hoe kunnen we de preek wat groener maken. Hoe kunnen we krijgen de dominee zover dat hij ook groen gaat preken. Hoe kunnen we onze tuin groener maken? Allerlei aspecten komen daar aan de orde. En ze zijn begonnen met op een internet een website te bouwen waar zij al die informatie, al die ervaringen op gepresenteerd hebben. En waar je dus contact kunt zoeken met andere kerken. Of met deskundigen, waar je mee ook vragen kunt stellen of waar je op bezoek kunt. Je kunt sprekers uitnodigen. Zo zijn ze dus bezig. Ze hebben 1 keer in het jaar een grotere conferentie, hadden ze. Maar nu wordt het dus meer lokaal of regionaal, is er een komende kerk, een bijeenkomst. En ze geven het via Zoom. Ook workshops. In Friesland zijn er een stuk of 16 kerken die zich groen noemen. Maar er zijn er ook veel meer kerken die zich met groen bezig zijn. Maar dus de bijeenkomst in 2019 in de Trinitaskerk, in de Protestantse kerk in Heerenveen. Dat was dus de eerste bijeenkomst van de groene kerken in Friesland. Maar door de corona is dat plat komen liggen. Maar daar hebben we dus als 3 mensen hebben gezegd, dat moet eigenlijk verder. Dick Klein Hesseling, die hier ook is, uit het van de Trinitas. En Sitske Visser van Nijk Leester. Zegt, dat moeten we verder trekken. Als dat over is, dan gaan we weer een bijeenkomst organiseren.
om die groene kerken bij elkaar te brengen en samen plannen te gaan maken hoe we in de toekomst verder gaan. Nou ja, wij waren dat in mei van plan, maar toen, ja, de kerken waren nog niet zo ver, die groene kerken. Dus dat is eigenlijk een beetje mislukt toen. Maar nu hebben we dus aan de nieuwe plannen voor 15 oktober... op een bijeenkomst van vaste actie in Heerenveen. Daar zullen we ook met andere groene kerken aan de slag van hoe we verder gaan, hoe we ons als netwerk gaan ontwikkelen, wie het touw gaat trekken, wat voor ons belangrijke onderwerpen zijn. En nou ja, dan hopen we dus. En ook te kijken met wie kunnen we samenwerken in Friesland. Wat zijn een heleboel andere organisaties die ook dezelfde dingen doen. En samen zijn we sterk. Dankjewel. Dus in de agenda 15 oktober. Ja. Is dat een zondag? Zaterdag. Een zaterdag 15 oktober. Onthouden we. Gaan we doen. Goed. Ik heb daar een hele mooie boom. Ik heb heel veel plaatjes en ik heb heel weinig tijd. Dus ik vraag jullie allemaal om je straks om je kaartjes op te plakken. Ik beloof je dat we er een verzameling van maken. Je mag intekenen op een intekenlijst van, dan krijg je verslag van ons en ook verslag van wat Trace ons gedaan heeft. Want ik ga jou nu de gelegenheid geven om een summing up te doen. En dan gaan we de afsluitende muziek doen. Akkoord? Trace. Ik hou het heel kort, want ik heb al genoeg gezegd. Maar dit is de laatste bijeenkomst. Maar de afronding van mijn betrokkenheid bij het hele project is in ieder geval dat ik een essay of misschien een manifest ga schrijven. En wat misschien her of der aangeboden zal worden. De vorm is nog niet helemaal duidelijk, maar als u uw naam op de lijst zet, dan wordt u op de hoogte gehouden. Wat ik nog even wou zeggen, wat ik altijd heel belangrijk vind, en we kunnen helaas niet meer u allemaal de papiertjes laten toelichten, maar omdat we ons blijven realiseren dat er verschillende niveaus zijn waar wat op moet gebeuren. Ik heb in mijn eerste lezing heb ik die ijsberg laten zien van je hebt de gebeurtenissen, van de dingen die allemaal wel of niet goed lopen. Maar daaronder zitten patronen en daaronder zitten bijvoorbeeld consumptiepatronen. Daaronder zitten structuren, bijvoorbeeld economische structuur. En daaronder zitten de denkmodellen, de wereldbeelden, de verhalen, de achterliggende dingen. Als je dat bij een boom bekijkt, dan zou je kunnen zeggen, bij een boom zit ook een heel belangrijk deel onder de grond. Zo groot als de kruin boven de grond is ongeveer wat er aan wortels onder de grond zit. En willen we verder komen met duurzaamheid binnen de kerken en ook daarbuiten, dan zullen we ook die wortels moeten stevig in de grond moeten hebben. En dan zullen we ons ook moeten blijven voeden. Want als je te veel bezig bent met alleen maar de gebeurtenissen van oh, wat moeten we nu doen? Dan word je te snel een activist die even heel bevlogen is en heel wat teweeg brengt, maar ook al snel ontmoedigd kan raken. Dus we hebben ook de voeding nodig. We hebben ook de nieuwe verhalen, de ervaringen, de diepgang, de verbondenheid. Die bomen die elkaar onder de grond van voedsel voorzien en elkaar informatie doorgeven, met elkaar communiceren. Dat wat je niet ziet, hebben we ook heel hard nodig. Dus ik hoop ook dat ook als het gaat om de Groene Kerkenbeweging, duurzaamheid binnen het christelijk geloof, binnen religie überhaupt, dat we ook heel sterk aan die basis blijven werken. Dus ik was blij dat ik bij Groene Kerken ook hoorde groene preken. Want zonder groene preken kom je er ook niet. Ik ga niet nog een keer alles samenvatten. Wat ik heel interessant vond was dat bij alle sprekers eigenlijk zat het ook op de verschillende niveaus. Ze vulden het verschillend in, maar er was niemand die alleen maar zei, oh, dit is een mis en dus dat moeten we gaan doen. Iedereen had het ook over mentaliteit, over structuren, over bewustzijn.
Nou, daar wou ik het mee eindigen. Ik ga dus nog wat schrijven ter afronding hiervan. En nou ja, heel fijn dat u hier was. En ik vond het een heel bijzonder project. En ik ben heel blij ook met alles wat er uitgekomen is. We gaan je niet met lege handen naar huis sturen. Kijk, als jij... De tweede les Fries gaat over dat groen is green en groente is dus griente. Nou, je krijgt een tas met... Pak er niet allemaal uit hoor. Rode biet, pastinaak, pompoen. Zet er nog een bloemkool in en een courgette uit de dwarpstuin van Snackerborn. En ook de bloemen komen uit de dwarpstuin van Snackerborn. Dus dat is toch een leuke relatie met dit. Ik overhandig je dit. En ik zou graag de psalm willen zingen. En de vrede van de Groide. Wie Otsitske zou inzetten, geloof ik, hè? Ja, maar jij bent de voorzinger, hè? Wie kan goed zingen? Ik wil toch graag even zeggen, dit is dus een nieuwe bewerking van psalm 4, van psalm 104. Hè? In het liedboek staat er een die moeilijk zingbaar is. En dit is een hele nieuwe, uit de bijlage die bij het liedboek komt. Dus aanbevolen om overal te blijven zingen. Thank you.
Nou, mooi. Maar die vrede kunnen we huiswaarts keren. Als je je papiertjes wilt brengen, ophangen, dan gaan we ze verzamelen. Daar gaan we echt iets mee doen. En als je graag reactie krijgt van verslag, schrijf dan je naam en e-mailadres hierop. Dan krijg je verslag toegestuurd.